Goed, dames en heren, jongens en meisjes, vandaag is het tijd voor 1v1 tegen groep 8. Er gaan in totaal 5 kinderen meedoen van groep 8. En daar zit 1 bij en dat is volgens mij de beste van de school. En jullie weten hoe gemotiveerd ik ben om hem gewoon helemaal aan te pakken. We zien hier aan de linkerkant Christmas.Silas. Dit is volgens mij de beste van de school en die gaan we volledig aanpakken. Maar ook de andere kinderen van groep 8 gaan wij aanpakken. Oké, hij heeft mij geïnviteerd. Voor de mensen die niet weten, ik werk op een school in Friesland en ik ben soort van de meester daar. Dus ja, voor de mensen, die weten jullie het even. We kunnen hem joinen, we gaan hem ook joinen. Dus we gaan, let's go man. Dit wordt leuk. Hey jongens. Ja, hij is gejoined. Yo! Daar zijn we. Zijn jullie een beetje ready boys, of niet? Ja. Zijn jullie een beetje ready boys? Ja. Ja. Hier staan de 5 boys van groep 8 en 7. Oh, we gaan beginnen met de Aura. Dat is Brutus. Voor mij is het Nahom. Ja, Nahom, ik heb een vraag aan jou. Wat gaat het tussen ons worden? Ja, ik weet eigenlijk niks helemaal. Wat zei je? 3-1. Oké. Voor jou of voor mij? Ik zeg voor jou. Voor mij, oké. Dan gaan we door naar de superhelden skin. De Silas is eigenlijk de big man van deze 5. Ik moet voor hem oppassen. Gevaarlijkste man van de school volgens mij. Wat gaat het dus worden, Silas? Wat voor spel jij? 3-2 voor jou. 3-2? Oké, ja. We gaan hem als laatste, dames en heren. Dus blijf lekker kijken. Dan gaan we door naar deze Risk Blobvis. Dat is Jester. Ja, wat wordt tussen ons? 3-0 voor jou. 3-0 voor mij. Ai. De vrouwelijke kerstkin. Timo, wat was tussen ons? 3-0 voor jou. Oh, 3-0 voor mij. En hij was laatst nog Spider-Man. Dat is de chart. 3-0 voor jou. Ook 3-0. Oké, we weten waar we gevaarlijk moeten zijn. Oké, laten we gewoon beginnen. Wie wilt als eerst? We doen sowieso Silas als laatst. Jester, ben je ready? Ja. Hij zegt ja. Oké, dan gaan we. De eerste 1v1 is een feit. Nou, zo. Oké, ik moet niet alles onderschatten, dames en heren. Ik moet dit niet onderschatten. Nee, shit, ik val naar beneden. Hoi, yo. Gekoond. Ja, en nu. Jester, en nu. En dat is dood. Oh, 1-0. Alles kan nog. De comeback kan gegooid worden, alles. En wel een ziek begin. Correct. Oeh. Ai. Zo. De high ground wordt die wel ziek gepakt. Nou. Hij houdt het goed vol. Holy shit. Die bouwt toch een partij omhoog? Ja. Hey, het gaat niet om wie het grootste zandkasteel kan bouwen, hè? Gekoond! Oeh, en nu? Oeh! Hij gaf er nog 100! Nee, jammer. Oei. Jammer. En wordt het dan zoals de voorspelling een 3-0 in Jantje voor Jesten? Holy! Oké, dat kan hem ook wel. Nou, daar gaan we. En nu! Oeh! Correct! En dood! Oei. Oké, 3-0 tegen Jester, dat is de eerste. Wie wordt next? Nahom, ben je ready? Vast wel. Hij heeft het al. Daar gaan we! Tegen Nahom! De man die een minuut later reageert. Gaat hij doen? Gekrekt! En dood voor de home. 1-0. Oké, let's go. Daar gaan we. There we go. En... Miss. 100. Ai. Nee. Oh man, wat was dit nou even fight dan? 2-0. Dames en heren, nogmaals, blijf kijken, want de spannendste gaat nog komen. De waffen tegen, ja, eigenlijk misschien wel de beste van de school. We gaan door. Naar fight 3 wordt het er ook een Jantje voor Nahom. 100. 100, nee. Oh. GG, man. Oké, Nahom ook Jantje geven. We gaan door naar de next. Let's go. Dan gaan we tegen Timo. Wordt dat ook een jantje? Dat zou wel echt... Nou, het zou kunnen. 100.
Nou. Oh! Oh! Emo! Emoties! Oké, 1-0. Let's go, daar gaan we. Oh shit! Nou nog één fight. Nou, veel plezier. Wordt dit dan ook een Jantje? En dames en heren, even een duidelijk bericht naar iedereen toe. We gaan zometeen ook nog allemaal tegen mij laten. Dus dat komt ook toch helemaal goed. Dus dan ben ik ook benieuwd of ik ze allemaal kan aanpakken. Dus blijf vooral kijken. Oh! De koon! En dan! Nee toch! Oh! GG! GG, ook 3-0! We gaan eerst tegen Char. Char, ben je ready? Ja. Hij is ready! Oké, let's go, daar gaan we! De Spider-Man! Hij begint gelijk om te schieten! Char heeft er zin in! De koont! Nee! Oké, we zijn low. We moeten het zorgvuldig uitspelen. En dat doen wij. En dat doen wij. We spelen het zorgvuldig uit. En dan staat het 1-0. Kom maar, Chart. Wordt dit dan een soepele 2-0? Oh, in mijn box! Nee, ik mis alles. Ik mis alles. Daar gaan we! 2-0! We gaan er gewoon misschien ook hier een Jantje van maken. Dat zou toch echt ja, geen schande zijn. Maar ja, dan wordt het wel 4 keer een Jantje. Dan moet Silas toch echt wel een beetje de school en groep 8 en 7 een beetje hoog houden. Want hier gaat het dan. Ja! Oh! Oké! 4 Jantjes uitgedeeld. 4 keer een 3-0. Silas, jij moet het redden. Je moet de school redden. Groep 7 en 8 moet je redden. Ga je dat doen? Nee. Nee? Nee. Bro, mensen hebben gezegd, Silas is de beste. Silas is vet goed. Silas gaat jou aanpakken. Silas gaat mij aanpakken. Of niet? We gaan het zien. Ben je ready, bro? Ja. Hij is ready. Oké, 3, 2, 1... Dit is de beste dus ongeveer van de school. We gaan het zien. Holy sh... Oh! Oh! What the... Oh my... Hey Silas! Ja? Ik zeg je eerlijk, ik had dit niet verwacht. Silas. Ik moet hier even goed voor zitten nu, maatje. 1-0 voor Silas. Holy... Ik moet hier even goed voor zitten, dames en heren. Hij gooide... Ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Ik moet hier goed voor zitten. Dit kan niet. Correct! Oké. We moeten hem nu aanpakken. We moeten er goed voor zitten. Oeh! 1-1. Gaan we. 1-1. Bro, ik ben zo'n vies gemolgraal classic alles, jongen. Die gaat toch heel erg fijn doen na de video. Wat is deze fight? Ik mis! 26! Oh nee! We zijn bij de 1. Boven je! Ik schoot hem als het doorheen. 2-1 bro, je kan gewoon rustig met de comeback komen. Alles kan gebeuren. Laatste fight, of Silas komt met de comeback. Daar gaan we. Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Nee, het precies hetzelfde. De gut, precies hetzelfde. En ik heb geen high. Dat betekent hij kan het veroveren. Gekoond. Ik mis.
Oh my days. No way, no way. No way. Oké. Okay. Correct. No way. Ah, ik ben naar beneden gevallen. Oké. Okay. We zijn bij low. We reëren te pre-firen. Oh, dit is een fight. Ga niet uitsprayen, dat is vies. Nee. Silas. Ja. Het staat 2-2, hè? Ja. Bye, zwaai. Dames en heren, ik wil nu in de comments. Als je dit nog ziet, dan kijk je de hele video uit. Ik wil laten weten. Laat weten in de comments. Wie gaat deze beslissende... Het staat 2-2, spelen tot 3. Wie gaat deze beslissende fight winnen? Is dat Silas? Of ben ik dat? Laat het weten nu in de comments. Doe je voorspelling en misschien klopt jouw voorspelling daarna. Silas, ben je ready? Ja. 2-2. Beslissende fight, daar gaan we. Beslissende fight. Alles of niets. Gaat Silas met de winst vandoor of ben ik dat? Oh my days. Fully boxed. Nee. 1-5. Je was zo dichtbij. Je was zo dichtbij. GG, maat. GG. Heel goed gespeeld, bro. Heel goed gespeeld. Oké, okay, laten we back to up gaan, jongens. En jullie mogen nu met z'n allen nog een keer tegen mij. Oké, ja. Oké. Okay, okay. Hey, boys. Net. Jullie moeten dit wel met z'n allen kunnen winnen, hè? Jongens, bij elkaar blijven. Oké, okay, ik hoor die communicatie. Ik hoor die goede communicatie. Nee! Nee! Ja, let's go! Wat? Alleen 10 minuten nog! En oké, okay, 1-1! Ja, dit is niet normaal. Ja, zou dan! Nee! Lekker! Nee! Holy shit! Nee! Oh nee! 2-2! Oh, ik ben echt bij elkaar blank. Binnen de ronde, dames en heren. Binnen de ronde. No! No way! Doe maar, spray. 3, 2, 1, go. Ik heb gemet! Nee! Oh mijn god! Jullie zijn ook zo slecht. Oké, okay, boys. Heb je nog iets te zeggen tegen de video? Ja, gebruik allemaal Code Jordi. Heel goed. Ja, en like de video. Heel goed. Dames en heren, Code Jordi Uitshop. Like de video en ik zie jullie bij de volgende video. Oh ja. En abonneren. En abonneren inderdaad. Abonneer eens eventjes. Als jij misschien maken we hier al een serie van. Tegen allemaal verschillende scholen. Wil je dan ook met je groep 8 of een groep 7 of een andere groep spelen? Laat het weten in de comments. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.